Nou, op die beelden, die zijn opgenomen in de nacht van 5 op 6 juni, zien we een man aankomen lopen bij de winkel. En die man gooit eerst een putdeksel, daarmee vernielt hij een raam. En vervolgens haalt hij uit een van zijn zakken een handgranaat. Vervolgens zie je hem bezig met die handgranaat. Vervolgens gooit hij die handgranaat, hij rent weg en dan vindt er een explosie plaats. De politie denkt dat deze actie verband houdt met een ander misdrijf ruim 3 weken later bij een woning aan de Trekschuit in Diemen. Dat zijn beelden van de nacht van 28 op 29 juni. En op die beelden zien we dat de twee mannen het op een woning gemunt hebben. Zij komen aanlopen. Eén van de mannen schiet dan op de woning. De mannen lopen even weg en dan komt er eentje weer terug en die gooit ook nog een handgranaat naar de woning toe. Die handgranaat is gelukkig niet ontploft. De politie wil ook weten wie deze man is. Uit onderzoek naar deze incidenten is gebleken dat een van de slachtoffers meerdere malen geobserveerd is door waarschijnlijk dezelfde man. En dat is de man die we op die beelden zien. We willen het natuurlijk heel graag weten als er mensen zijn die de persoon op de beelden herkennen. En daarnaast willen we ook nog heel graag spreken met mensen die eventueel getuigen zijn geweest van een van die incidenten. Of die andere informatie hebben over de zaken, maar dat nog niet bij ons hebben gemeld. En dat kan via de opsporingstiplijn 0800 60 70 en meldmisdaad anoniem 0800 7000.